Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het is schitterend weer dit weekend, dus eigenlijk uh, niet normaal voor deze tijd van het jaar. Temperaturen komen zeer hoog uit en dat alles gaat samen vandaag met volop zonneschijn. Een paar wolken vanochtend vroeg nog in het noorden, later op de dag weer in het zuiden. Maar die mogen de pret niet drukken, het is vooral zonnig. Daarbij een oostelijke wind die in de loop van de dag iets afneemt naar 2 tot 3 boven. Het wordt 18 tot 20 graden en op de warmste plek kan het lokaal 22 graden worden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het zuiden. Dat zijn hoge sluiwolken, valt geen regen uit. Zorgt er wel voor dat het morgen veel minder zonnig is dan vandaag. Maar de temperaturen gaan omhoog, want er stroomt zachte lucht naar Nederland. Het wordt 18 tot 22 graden. Midden-Limburg, oost van Brabant kunnen misschien zelfs op 24 graden uitkomen. De Waddeneilanden zijn opnieuw het koudst, daar wordt het een graad of 16. Ook morgen droog weer. Maandag opnieuw flinke zonnige periode, afgewisseld met een paar wolkenvelden. En ook dan weer aangename temperaturen. En zoals gezegd, echt niet normaal voor eind maart: 19 tot 22 graden. Vanaf dinsdag wordt de lucht wat onstabieler. Heel misschien valt er dan lokaal een bui, maar het is vooral zacht en vaak zonnig. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.